Hey YouTube, dit is Mike Romeo. En vandaag breng ik jullie een S12 tutorial. Tips en trucjes samen met Colin Key. En what the fuck is Colin Key? Wauw, hij is gewoon aan het chillen in de jacuzzi. What the fuck? Kom maar uit man, werk aan de winkel. Voor YouTube. Ik ga jullie laten zien verschillende schoten. En wat je eigenlijk het beste kan doen voor een one hit kill. Je kan vanuit de huip schieten, maar ook aiming down the sights. Je kan vanuit de huip schieten met een laser sight of gewoon zonder. Colin Key heeft geen laser sight en ik ga je laten zien hoe de spread van de shotgun pellet is. Kijk, zie je dat? Nu met de laser sight. En er is verschil, kijk maar goed. Die spread zonder, die is te veel. Dit is met, dat is zonder. En je ziet het verschil, toch? Nu ga ik je laten zien hoe het is als hij zeg maar vanuit de heup schiet zonder laser sight. En als je aimt down the sight. Groot verschil, check maar. Ik laat je zien. Stop met teabaggen. Komt ie. Hoge spread vanuit de heupen zonder laser sight. Kijk maar. Pallets overal. En zie je hoe accurate je bent eigenlijk. Als je gewoon aim down the sights. Je ziet zo'n groot verschil hè. In pallets. Hier, dit doe ik gewoon vanuit de heup. En op zich valt dat mee, weet je. Maar het beste is gewoon om zeg maar aiming down the sights te doen. Kijk nog maar even het verschil. Dit is die spread vanuit de heup. Dit is als je aim down the sights. Hij gaat een stukje meer naar boven. Als je heel snel sprayt. Maar het blijft nog steeds heel accurate. Die pallets die blijven echt bij elkaar. Vanuit de heup valt het ook nog best wel mee trouwens. Als je goed kijkt. Zonder laser sight is het gewoon niet te doen. Dus gebruik altijd een laser sight. Dat sowieso. Ik ga je nu laten zien wat het beste is om een one hit kill te maken. En vanuit welke afstand ongeveer. En de range van de S12 is niet goed. Geloof me. Echt. Ik laat je zien. Eén keer vanuit zeg maar de heup geschoten. Met dat laser sight. En één keer gewoon met de. Als ik aim down the sights. Check. Hier krijg ik een hitmarker ongeveer. Of mijn crosshairs komen op hem. Dat schot is een hitmarker. Vanaf hier nog steeds een hitmarker. Dus de shotguns hebben echt geen range. Hitmarker. En ik sta nu hier ongeveer. Ik ga meer naar voren. Hitmarker. Nu ga ik een klein stukje verder. Nog een hitmarker. Nu voor beide stoelen zelfs. Deze afstand krijg ik nog steeds een hitmarker. Hou dat in de gaten, weet je. Nog steeds een hitmarker. Hier nog steeds een hitmarker. En volgens mij pas hier kill ik hem, zie je? En dat is nog best wel ver, tenminste nog best wel ver eigenlijk gezegd. Eerlijk gezegd bedoel ik. Maar niet zo ver als je denkt. Dit is zo om one hit kills te maken met de S12 trouwens. Het beste. Nu aim ik down the sights. Hitmarker. Hitmarker. Klein stukje naar voren. Nog steeds een hitmarker. Nog steeds. En hier. Deze is een stuk verder als je ziet. Dus aiming down the sights is veel beter. Vele malen beter. Met de S12 om te schieten. Ik ga je even wat clips laten zien. Even kleine stukjes wat je het beste kan doen. Om een one hit kill te maken. Dat is om zo dicht mogelijk op de tegenstander te zitten. Kijk maar. Zie je die afstand? Het liefst niet sprayen. Maar dit is vanuit de heup geschoten. Dus niet eens als je aim down the sights. Aim down the sights zou nog beter zijn zelfs. Maar kijk die afstand tussen mij en hem. Het is zo klein. Ik probeer zo dicht mogelijk. Zeg maar op de tegenstander te komen. Heel dicht. En dan pas is het zeg maar het meest effectief. En dan ga je ook one hit kills maken met de S12. Hier begin van de game. Gebeurt vrij weinig nog. En ik probeer al hier heel dicht te komen op de tegenstander. En het lijkt alsof ik hem in twee malen schiet, maar ik spray gewoon. Maar het eerste schot is gewoon raak. Dus die one hit kill, behalve die. Dat was het al een beetje te ver. Je moet ook ongeveer, moet je aimen
rond het borstgedeelte. Dat is het beste. En hier flank ik. En die tweede was een one hit kill. En ik zou eigenlijk nog een klein stukje dichterbij moeten komen. Een klein stukje dichter. En dan krijg ik, zou ik die one hit kill krijgen. Dus het effectiefst met de S12 is van dichtbij. En het liefst nog gewoon van aiming down the sights, weet je.